bevat waarschijnlijk de resten van baron Frits van Keverberg, de naamgevende baron van het kasteel. Gestorven in 1876, uit mijn blote hoofd ongeveer. En Frits was spoorloos. Hij is verbitterd gestorven, had ruzie met de gemeente, met de kerk, met zijn vrouw, met zijn dochter, met zijn broers. En stelde zijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap. Hij wilde per se niet op het kerkhof begraven worden, ook zijn resten na de sectie niet. Hij is uiteindelijk nooit naar Leiden gegaan en hij is in de kasteeltuin begraven. Ja. Ja, zoals ik ook heb begrepen uit de teksten was het ook een beetje een, ik had geen haast, maar wel dat ze hem eigenlijk wilde die zijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap stellen, maar dat is toen niet gebeurd en toen hebben ze hem toch maar begraven. Dus misschien zal hij wel blij zijn dat hij nu toch nog, hij wordt nog niet onderzocht. Hij wordt nu toch nog onderzocht, ja. Dat was gewoon een controverse zaak, hè? Dat zijn die, hoe die ornamentjes op zo. Dit is in de kist getummeld hier. Denk ik. Die jammer, dan is je allemaal neer. Ja. Dus hier vul ze die. Daar zitten. Dus, Ja, maar. Er zit de holte kies en de roeie kies vast. Denk je dat ook? Internet over alles wat ik gesteeld te maken heeft, dat gaat mijn interesse eruit. En op een gegeven moment kwam ik uit bij een beschrijving van een dominee uit Amsterdam, Dominicaandijk, die wandelingen maakte door Nederland met een tekenaar schilder erbij. En op een van die wandelingen is hij ook in Kessel geweest. Eerst in Deurne is hij met zijn compagnon uitgestapt uit de trein en al wandelend door de Peel komt hij hier in Kessel. En dan komt hij over het kerkplein en dan stapt hij bij het kerkenpoortje, stapt hij weer de kasteeltuin in. En op een gegeven moment beschrijft hij in dat stuk van: in den hoeken van den tuin, tegen de kerkenmuren, staan wij voor het graf van den laatste bewoner van deze kasteel. Hij ligt te rusten in zijn eigen tuin. Dat beschrijft hij. Ongeveer, hè. Nu waren er werkzaamheden met de tuin op te knappen. En de kraanmachinist, daar moesten steenkorven, schanskorven komen. Die was met zijn bak aan het graven en op een gegeven moment zat hij zijn bak in de grond. Hij trok en er kwam er een stuk lood van 30 bij 30 centimeter kwam tevoorschijn. Toen dacht ik van, dit is raar. Waarom ligt hier zo'n plat stuk platlood? Hier moet wat aan de hand zijn. Maar ik had steeds mijn verhaaltje van die dominee in mijn achterhoofd. Heel voorzichtig heeft hij toen met die bak van die kraan nog een beetje weggeschraapt. En toen vond ik een nekwervel. Een nekwervel, ja. En het sleutelbeentje. Ik zei van, nu stoppen. Want ik denk, Obama zijn woorden van, we got him. Dat is eigenlijk het verhaal in het kort. Maar ik heb een hele opgravingsverslag, bijna van minuut tot minuut heb ik die in dezelfde nacht nog gemaakt. Dus, ja, heel leuk.
Fiese antropoloog is bezig om de resten te onderzoeken. Te bekijken wat voor patrouilleren er waren, of het een man of een vrouw is, hoe oud de persoon geworden is bij overlijden. En vervolgens wordt beslist wat er mee gebeuren gaat. Wordt de kist geconserveerd, ter plekke weer tentoongesteld, of wordt alles begraven? Dat zijn de vervolgstappen die we nu nog moeten gaan nemen. Want dat is best een interessante plek, want als je kijkt, zie je daar een blinde boog in de muur. Dus daar zie je een muurraam. En daarachter is het lijkenhuisje van het kerkhof. Maar toen Bron Frits begraven werd, was dat lijkenhuisje er nog niet. Nou, was er wel een houten poort hier. En wat we nou zeggen is, hij is met een boerenkar, de kist op de boerenkar, is hij hier naartoe gebracht. Daar bij het poortje, hier onder het poortje, daar hebben ze het graf gedolven. En ze hebben hem oneerbiedig gezegd, bijna gewoon erin kunnen schuiven. Snap je? Want dit was hier ontoegaanbaar voor paard en kar. Hè? Dus ze moesten via het kerkhof, moesten ze naar deze plek komen. Dit is ook bij avond gebeurd, met stille trom. De knecht van de graaf, van de baron, met een paar helpers, die hebben hem toen hier naartoe gebracht. Daar is ook nooit geen officiële verklaring, weet je wel, van de graaf in eigen grond afgegeven toen nog tijd. Dat is allemaal zonder vergunning of weet ik wat allemaal gebeurt. MUZIEK.